Ik ben Marijn Brussaert. En ik ben Nick van Oosterwijk. Wij hebben allebei op de MIME-opleiding gezeten. Elkaar gevonden in het veld eigenlijk. Klopt, we maken eigenlijk allebei performances en installaties die veel met techniek te maken hebben. Jij meer op het interactieve vlak. Ik meer op de audiovisuele kant, dus veel met video en audio. Wij onderzoeken eigenlijk hier de relatie tussen robot en mens. Eigenlijk onderzoeken we wie aan de macht is. Dus sturen wij de robot aan of stuurt de robot ons aan? Wanneer is de techniek eigenlijk een soort speler of een acteur? We gebruiken ook nog dat verhaal van Mark Twain eigenlijk als een soort dramaturgie. Dat gaat heel erg over de mens-dier relatie. Dat is een verhaal vanuit een hond geschreven. En zie je eigenlijk hoe de mens dieren eigenlijk gebruiken, misbruiken. Ook een soort liefdesrelatie ermee hebben, maar het eigenlijk altijd oneerlijke verhoudingen heeft ofzo. Wat MIME als kernwaarde heeft, het niet weten en het opnieuw, steeds opnieuw ontdekken van oké, wat is de beweging en waar kom ik uit en wat is de betekenisgeving daarvan. Dat kan die robot helemaal niet, dus de wil om dat te willen en dan die robot te hebben volgen, die is er niet, omdat die robot moet weten, ik ben hier, ik kom hier weer uit en that's it. Ja. En pas als ik dat weet, dan pas ga ik bewegen. En dat is compleet tegenovergesteld van hoe dat die performer eigenlijk daarin staat. Dus daar loopt zeg maar dat zo bij elkaar en op, ergens moet je op dat middelpunt moet je dat elkaar dan vinden, denk ik. We moeten op een bepaalde manier een gesprek vormgeven.